Kijk, Simba gaat wel even lekker evolueren hoor, naar zijn laatste evolutie. Super cool, hele toffe Pokémon. Daar is die, onze nieuwe... Yo Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe Pokémon Shining Pearl video. We zijn in Solesian Town en hier hoef je je nergens zorgen om te maken, zegt dit bordje. Dus laten we ons geen zorgen maken. Doe even dat duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe maar gewoon, weet je, we maken ons geen zorgen vandaag. Zou super leuk zijn als je dat even doet. Doe ook even dat belletje aan, zodat je gewoon meldingen krijgt als ik een leuke nieuwe video online zet. En hier is een nieuwe Pokémon Pro. En we zijn hier bij het nieuws en er is een Pro Pokémon vanger gezocht. Dus gaan eens even kijken. We moeten een Luxio brengen. Oh, maar die heb ik. Ik heb hier Luxio voor je gewoon. Dit is gewoon de eerste Pokémon in mijn team, joh. We krijgen gelijk een cadeautje. Timerballs. Dankjewel, man. Dat is echt super toevallig. Dus even kijken of ze hier al wat Great Balls verkopen voor mij. Helaas, wel Dusk Balls. Daar wil ik er ook nog wel 5 extra van. Even wat andere spulletjes inslaan. Oké, doei. Het ziet er trouwens niet echt uit alsof hier een gym zit in deze stad eigenlijk. Oh, we krijgen weer een PokéKids app. Met de Pokémon geschiedenis app. Dan kan je zien welke Pokémon je bent tegengekomen en welke je hebt gebattled volgens mij. Ah, nee. Ze zegt inderdaad, is hier geen gym? Potverdorie, man. Nou, dan gaan we eens even heel snel doorlopen. Of doorfietsen. Dat kan ook. Zou wel even lekker zijn als we hier weer een nieuw Pokémonnetje vinden. Dat zou top zijn. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, want wat is nou jullie favoriete team? Jullie spelen deze game vast ook. Wie zitten er allemaal in jullie team? Ik ga de comments even doorlezen. Dan zal ik op een paar teampjes reageren wat ik ervan vind. Vind ik leuk. Dus gooi ze even in de comments. Ik ben super benieuwd. Dan gaan we even afrekenen met deze trainers. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of er binnenkort eentje van mij gaat evolueren. Dat zou ook wel lekker zijn. Ik ben wel weer toe aan een verse evaluatie. Bijvoorbeeld van Gerrit of zo, onze Shellos. Of Psyduck. Die begint ook wel, denk ik, aan de beurt te komen zo langzamerhand. Ik heb natuurlijk laatst Bronzong in mijn team gedaan. En volgens mij is Bronzong best wel een tanky. Maar je moet niet verwachten dat hij heel erg goed kan aanvallen. Dat is een beetje jammer. Dus ik twijfel er een beetje over of hij in mijn team blijft. Ik weet het nog niet zo goed eigenlijk. Ja, deze Ponyta is altijd vet, maar die komt sowieso niet in mijn team. Want we hebben Monferno al. Toch wel jammer. Ik ben nu al in meerdere steden gekomen waarin geen gym is. We krijgen hier wel TM51 en dat is dan denk ik Rest. Want daar had hij het namelijk over. Gerrit gaat nu naar level 24. Kom op jongen, evolueer lekker joh. Kom maar. Ah nee, nog niet. Ja, ik weet niet alle levels uit mijn hoofd waarop mijn Pokémon evolueert hoor. Eetje, wat een hoop trainers hier weer man. Oh, deze heeft weer denk ik allemaal baby Pokémon. Want zij zegt dat ze een breeder is. Cleffa. Die is weg. Happiny. Die is ook weg. Oh, en een Clefairy. Is die dan ook met één klap weg? Ja hoor. Ik wil wel die Pokéball pakken die daar ligt. Hopelijk zit er wat goeds in. Terry en Tia. Met Pikachu en Clefairy. Wisten jullie dat de Pokémon Company eigenlijk Clefairy op de plek van Pikachu wilde zetten? Dus Clefairy moest eigenlijk de partner Pokémon worden van Ash in plaats van Pikachu. Ik moet je zeggen, ik ben heel blij dat ze Pikachu hebben gekozen. Want ik denk dat veel meer mensen Pikachu tof vinden dan Clefairy. Ondertussen gaan LeBron en Blade allebei een leveltje omhoog. 83 is de attack van Blade ondertussen al. En Clefairy doet disarming voice. En dat is nice, want daarmee raakt ze ons allebei. Nou ja, dat is voor mij niet nice, maar voor haar wel. Ik ga even rollen er tegenaan en dan daag. Oké, wat zit er in deze pokeball? Het is een great ball. Die kon ik nog niet kopen, maar blijkbaar wel vinden. Ondertussen kom ik een wilde Barnsley tegen. En die ga ik niet vangen. Wow, maar wow, hij overleeft dit wel. Ja, dat wel. Ja, nou ja, ik ga het toch niet doen. Ik zat nog even te twijfelen, zal ik hem vangen? Maar nee, we gaan hem niet vangen. Hé, hey, er staan hier wat Psyducks in de weg. Hé hey, joh, ga eens uit de weg, joh. Ze willen niet weg. Ze hebben waarschijnlijk te veel hoofdpijn om te bewegen. Nu kunnen we dus naar rechts en naar links. Laten we even kijken wat er gebeurt als we hier naar boven gaan. Oh, dit is gewoon een koffiehuisje of zo. Welkom. Ik ben super trots op deze plek. Oh, wacht even, joh. Ik denk, we gaan gewoon lekker samen koffie drinken. Begint ze me opeens aan te vallen, joh. Wat een gekke chickie. Met je Clefairy. Ik wou gewoon net even cappuccino'sje bestellen. Maar ik krijg een Clefairy op mijn bakkes. Niet dat die Clefairy nou heel erg aan het aanvallen is, want die doet growl. Het is vooral lekker voor de XP weer, dit. Sorry, waiters Catty. Ik had echt niet verwacht dat wij zouden gaan battelen. We kunnen hier moemoemelk gaan kopen. Weet je, ik koop gewoon één moemoemelk. Gewoon, doen we gewoon. Oké, we kunnen niet langs de Psyduck, dus we moeten wel deze kant op.
Na route 215. Hier regent het nogal. Het is nogal slecht weer. Maar daar heeft deze persoon helemaal geen boodschap aan. Die wil gewoon battelen, ook al regent het. En ja, die gooit er dus een bronzoortje uit. Nou, ik heb even voor Blade gekozen. En we kunnen in ieder geval even knock-off doen. En dan denk ik dat bronzoort gewoon in één klap kapot is. Want ja, die attack van Blade is zo waanzinnig hoog. En als dat dan ook nog super effective is, ja, dan is het snel klaar met zo'n Pokémon. Dan nu tegen Shieldon. Gaan we gewoon verder met knock-off. Kom op, joh. Kom even spelen, joh, Shieldon. Ja, joh. Het is alleen not very effective natuurlijk. Ja, dat had ik kunnen weten. Maar ik denk, ja, ik ga het gewoon proberen. Helaas. Oh, dat doe je nou takedown? Sloop je nou gewoon jezelf? Oh, wat een trainer, joh. Die laat gewoon even zijn eigen Pokémon kapot maken. Oké, ik ga weer door. Bedankt voor deze battle. La 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 la. Ik probeer zoveel mogelijk mensen te ontwijken, hoor. Hop, we gaan gewoon door. Ja, hier naartoe. Ga ik even dit boompje omver halen. Ja, maar misschien zit hier wel een vette Pokémon nu het hier regent. Misschien moet ik nog wel even het gras checken. Oh, oei, oh, hallo. Ja, jou kon ik niet ontwijken, hè. Jij lijkt trouwens op Ryu uit Street Fighter. Heel erg. Je hebt alleen iets dikkere wenkbrauwen. Let's go, Blade. Pak hem aan, die meditate. Play rough. Pim. Daar is het wel super effective. Yo, Machop, wil jij even spelen? Deze Absol is echt te sterk. Het is insane. Als deze Absol je aanvalt met een super effective move, dan is het gewoon klaar. Terwijl Gerrit nu naar level 25 gaat. En die wil Body Slam leren. Ja, dat gaan we wel even doen. Althans, ik zeg wel dat we dat gaan doen. Maar ik twijfel. Nou, in plaats van Mud Slap. Mud Slap heeft maar 20% strength. Dus weet je, dat is niet zo'n hele goede aanval. Let's go, Absol! Ik denk niet dat ik Absol snel uit mijn team zal doen, hoor. Ik denk dat deze er heel lang bij gaat blijven. Hij gaat nu ook naar level 27 en LeBronze gaat naar level 23. Ze zijn lekker aan het levelen, jongens. Oké, even die Pokéball pakken. Een Fistplate. Die kunnen we volgens mij geven aan een Fighting-type Pokémon. Maar ja, die heb ik ook al niet. Oké, laten we even kijken of hier wat in het gras loopt. Wat zitten hier voor wilde Pokémon dan? Weer Ponyta. Hé, hey, Abu, die gaat dan naar level 30. Is de eerste Pokémon die in level 30 komt. Er zit hier toch wel iets meer dan alleen een Ponyta, jongens. Ik geloof niet dat hier over twee routes gezien alleen maar Ponyta zit en één Bonsliedje. Er moet wel wat meer zitten. Ik word achtervolgd door Ponyta's. Geef me dan op zijn minst een Shiny Ponyta. Nou, oh, ik wou zeggen, laat maar zitten. Oh, deze guy staat hier gewoon zo verdekt opgesteld. Ik wilde hier weg, want ik kom dus echt alleen maar Ponyta's en Geodudes tegen. Deze gast stond hier veel te sneaky, jongen. Met je Krogunk. Verdorie, man. Ik had je helemaal niet gezien. Let's go, Krogunk. Laten we even spelen. Hatsie flatsy. Later. En later, Machop. Oké. Deze kunnen we even naar beneden halen. Hier een pokeballetje pakken. Shockwave. Hé, en Simba die heeft wat gevonden. Namelijk een berry. Hé, hey, top joh. Oeh, wat? Ik kom een Kadabra tegen. Oké. Komen we toch nog wat anders tegen? Kadabra is wel... Oké, ik ga hem slashen. Niet kapot maken, Absol. Niet kapot maken, deze Kadabra. Slash hem. Oké, top. We gaan hem proberen te vangen. Ik heb twee Great Balls. Let's go. We gaan Kadabra proberen te vangen. Ja. Oké, dit wordt spannend. 1 en 2 en 3. Hebben we hem? Oh, we hebben hem. Oké. Ja, maar Kadabra is wel lekker, hoor. Ja, wie moet er dan uit mijn team, joh? Dat weet ik toch helemaal niet. Dit is veel te moeilijk. Wie moet ik nou uit mijn team gooien? Laat het weten in de comments als jij een idee hebt. Oeh, ik vind Vision eigenlijk wel een vette nickname voor deze Pokémon. Degene die Marvel films hebben gekeken weten over wie ik het heb. Dat is natuurlijk ook gewoon een psychic. Vision. Het enige ding wel met Kadabra en Alakazam is dat zij niet zo goed zijn tegen physical attacks, volgens mij. Volgens mij is het een normale defense een beetje laag. Ik ga hem wel in mijn party doen. Ja, en dan ga ik denk ik toch maar voor LeBronze doen. Ik denk dat ik me er namelijk heel erg aan ga storen dat LeBronze niet goed kan aanvallen. Dat hij heel goed kan verdedigen, maar aanvallen... Yo, we hebben dus gewoon Vision in ons team. Een Kadabra. Kijk, de special defense. Oh, dit is ook een hele slechte nature trouwens. Want mijn attack is geboost, maar dat moet helemaal niet. En mijn special defense, die is nog verder naar beneden. Oh, dit is wel slecht. Ja, dit is wel een beetje jammer. Als ik er nog één vind, ga ik er nog één vangen. Helaas, weer een Ponyta. Hier ligt nog een Pokéball, een full heal. En dan moeten we hier weer een duo battle gaan doen, zo te zien. En hierna kunnen we dan eindelijk weer een gym challenge gaan doen, hopelijk. Oh, tegen Glammeow en Monferno. Blade gaat even snel die Glammeow uit de weg ruimen.
Dat gaat vrij makkelijk. Dan moet hij even oppassen voor die Flame Wheel, maar die kan hij best wel handelen. Dan een Waterpuls van Psyduck op Monferno. En Monferno is in één klappie weg. Zo, dat hebben jullie goed gedaan als team, jongens. Donald gaat nu naar level 28. Oh, ze hebben nog een Pokémon, een Kadabra. Oh, en een Gyarados. Oké. Oh, ik moet deze gasten wel serieus nemen, zo te zien. Maar die Kadabra, die kunnen we zo in één keer kapot maken. Ja, dan gaan we even kijken wat we tegen Gyarados kunnen doen. Kadabra gaat voor Kinesen. Ja, ze zijn van plan volgens mij om mijn Absol te gaan slopen. En dat gaat ze tot nu toe best wel goed af, want ik heb mijn aanval gemist. Ja, dit bedoel ik. Potverdorie. Ik doe even een kopstootje met Psyduck. Oh, oh snap. Oh, die Kadabra die is goed bezig. Ik mis alles, joh, met Absol opeens. En mijn Absol gaat gewoon kapot door de Gyarados. Absol die mist twee aanvallen achter elkaar, verdorie. Ja, nu doe ik waterpils op Kadabra. Omdat ik dacht dat mijn Absol die Gyarados ging slopen. Let's go, Simba. Maak hier even een einde aan. Oh nee, Kadabra gaat nu ook opeens aanvallen op Donald met Psybeam. Gyarados doet waterval op... Oh, komt Donald. En Donald is ook gewoon kapot. Wat doen deze opeens, joh? Oh, joh. Wat gebeurt hier allemaal? Maak die Gyarados even kapot. Even wegwezen nu. Ja, dit is wel een ziek team. Deze twee Pokémon had ik vaak in mijn team. In Pokémon Red, Blue en Yellow. Want ja, dit zijn gewoon epische Pokémon. Gyarados en Kadabra. Gerrit en Simba gaan een level omhoog. Ja, en ook Kadabra gaat nu wel weg, hoor. Nu is het klaar. Speelkwartiertjes afgelopen, jongens. Doei! En ook Vision. Onze nieuwe aanwinst gaat een leveltje omhoog. En zijn defense is echt super slecht. En daar maak ik me echt zorgen over. Ik denk eigenlijk dat ik een waardeloze Kadabra heb gevonden. Maar als die één stoot krijgt, dan is het gewoon klaar. Maar... kijk, Simba gaat wel even lekker evolueren, hoor. Naar zijn laatste evolutie. Super cool. Hele toffe Pokémon. Daar is die. Onze nieuwe Luxray. Ja, ik denk dat heel veel van jullie Luxray in hun team hebben. Omdat dit een van de betere Pokémon is die je al in het begin van de game kan vinden. Daar is die, hoor, Luxraytje. En zijn we dan eindelijk aangekomen in de nieuwe stad. Terwijl Luxray lekker achter me aanrent. Ja hoor, we zijn er. En ook Team Galactic is hier weer van de partij. Waar is die gym, jongens? Ik wil de gym challenge gaan doen. De gym is volgens mij daarboven, hè. Dan staat al klaar. Maar waar is de Pokémon Center? Ik moet mijn Pokémon ook nog even healen. Oh, ik krijg hier een TM. Nou, dankjewel, meneer. Nasty plot. Oh, en deze vrouw kan een massage geven. Even aan mijn Pokémon. Weet je, geef even een massage aan Vision. Welkom in het team, jongen. En we hebben één Sinister sticker gekregen, want die had... Die had Kadabra bij zich. Oké. Nou, bedankt voor deze massage aan mijn Pokémon. Tijd om door te gaan. Hallo, Dawn. Rick, ga je deze gym challenge pakken? Ah, je wordt steeds sterker. Ja, ik ben gaan shoppen en ze heeft ook wel gewerkt aan de Pokédex, zegt ze. Nou, tot later. Doei, Dawn. Was dat het? Nou, doei. Ik moet wel echt even serieus eerst Pokémon Center vinden in deze stad, hoor. Anders gaat het niet goed komen. Hier kunnen we nieuwe kleren kopen. Oké, sorry, ik ben ook afgeleid. Ik lijk op Dawn. Yo, dit is wel vet. Oké, let's go. Ik wil shoppen. Pikachu hoodie stijl is wel vet, hoor. Er is ook een Gengar jacket stijl. Oké, die vind ik iets minder. Dit is de cyber stijl. Die vind ik ook wel sick. En de leather jacket stijl. Hier lijk je net op Team Yell gewoon. Als je deze outfit hebt. Yo, maar ik vind de Pikachu hoodie stijl eigenlijk echt super sick. Nee, de cyber stijl is wel sicker. We gaan voor die cyber stijl. Let's go. Oh, heel nice. Nieuwe kleren, yay. Yo, ik zoek het Pokécenter, mensen. Ah, hier, gelukkig. We hebben hem gevonden. Even mijn Pokémon healen met dus weer een nieuw teammember en een geëvalueerde Pokémon. Ah, super cool. Is dit ook een shoppingcenter? Ja hoor, jemig. Dit is wel een aardig groot stadje, joh. Je kan hier zelfs al max potions kopen, wat? Hey, en hier kunnen we ook Ultra Balls fixen. Ja, doe maar even 10 Ultra Balls. Ik heb wel net flink veel geld uitgegeven doordat ik die outfit heb gekocht, zie ik. Ik heb niet zo heel veel meer over. Oké, kunnen we nog 10 Great Balls kopen? Ja, dat lukt ook nog wel. Nou, voor de rest ga ik er vandoor, want ik heb toch geen geld meer. Yo, we gaan bij deze gym kijken. Oh, dit is een fighting gym. Oké. Zou dit een plek kunnen zijn waar we Vision kunnen trainen? Laten we het in ieder geval even proberen. Maar kijk, als we één klap krijgen, dan is het gewoon gedaan met Vision, hè? Vision heeft zo'n slechte defense. We moeten gewoon iedereen in één keer slopen. We mogen beginnen tegen Machoke. Ik denk eerlijk gezegd dat dit al een probleem gaat worden voor Vision. Ik heb eigenlijk maar één goede aanval en dat is Psybeam. Ik hoop dat ik sneller ben. Ik ben sneller. En dan moet ik hem gewoon in één keer kapot maken. Kijk, ja, dan zolang dat lukt, is het wel chill. Ik kan best wel wat Pokémon gewoon in één keer slopen. Wat gebeurt er als we één klap gaan krijgen? Dat gaan we straks zien. Psybeam! Kijk. Oké. Met de tijd overleeft dat. Die gaat nu Rock Slide doen. Kijk, en dit is wat er gebeurt. Alleen al door Meditite. Die Meditite is wel 3 levels hoger. Dat wel.
Oh, oh. Ja, en dan, ja, dan is het gewoon klaar. Dus ik ben geneigd om te zeggen dat die toch uiteindelijk ook niet in mijn team gaat komen. Ik bedoel, als je al niet van Meditite kan winnen, dat is niet best. Dat is niet best. Dan kunnen we beter onze Absol trainen, die ook op zich goed is tegen Fighting-type Pokémon. Oké, je krijgt nog een kans, Vision. Je krijgt nog een kansie. Tegen Darren. Dan begint hij weer met een Machoke. Nou, je hebt net laten zien dat je die kan hebben. Pak hem aan. Bam! Super effective, Machoke weg. Dat kan je, dat weten we. Maar ja, ik zit ook gelijk te denken, Psychic is alleen maar super effective tegen Poison en Fighting-type Pokémon. Ik twijfel nu al heel erg over mijn nieuw gevangen Pokémon. Dit is wat hij goed kan. Fighting-type Pokémon slopen. Hier heeft hij allemaal geen problemen mee. En de XP gaat hard, dus hij begint wel gelijk flink te levelen. Maar is het niet zonde dat ik al deze XP nu in mijn Kadabra pomp? Ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening, jongens. Laat het weten in de reacties wat jullie van Kadabra vinden. Of die moet blijven, ja of nee. Kijk, want Raphael heeft weer een Meditite. En dan ben ik benieuwd. Kan je die nu wel aanpakken of ga je weer kapot? Ik krijg een hoge jumpkick op mijn hoofd. Kijk, ja, dat is niet eens super effective. Het is zelfs not very effective. Maar zag je hoeveel damage dat deed. Ja, het is twijfelachtig. Hij groeit nu wel naar level 25, maar de defense is nog steeds maar 27 puntjes. Hij wil recover leren en dat doe ik dan ook maar. Dan kan hij misschien een beetje healen, maar ja, daar heeft hij eigenlijk helemaal geen tijd voor. Jongens, laat het even weten in de reacties wat je van hem vindt en doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren. En dan ga ik in de volgende aflevering even deze badge binnenhengelen. Met of zonder Kadabra. Lastige keuzes als Pokémon trainer. Mazzel!